gooit het er gewoon overheen. Ja, je zag zo er tussenuit lopen net. Ja. Nou, het probleem was dat hij dus onder het rijden ineens ermee uitscheen. Maar hij trekt dus op een gegeven moment... Nou trekt hij volgens mij zijn benzine aan. Ik huik het. Want we hadden dus ook op een gegeven moment geen benzine meer. Hè? Oh. En als die wagen dan op een gegeven moment een beetje uit het lood slaat... Ja. En er zit te weinig in, dan... Dan trekt hij op een gegeven moment die benzine niet aan. Weet hij, 1 op 2? 2 op 1. Je gaat niet elektrisch maken, toch? Nee, ik schrijf het uit. Nee, we houden het natuurlijk wel nostalgisch, Ronald. Het scheidt aan de CO2. Ja. Nee, misschien dat er gas in komt naderhand, maar we lopen nog niet. Oh, er komt de ABB ook al. Oh, wegenwacht. Zo. Heel snel. Een Amerikaan, die gaat altijd goed. Dat bedoel ik. Ja, goed. Lopen ze altijd. Hartstikke leuk. Altijd leuk om aan te werken ook. Ja, zeker weten. Kijk eens. Gaat hij nou? Ja, zeker weten. Nou, zeg hé. Maar dat krijgen alleen de leden zeker. Ja, af en toe hebben we wel eens een klein. Eigenlijk hebben we ze niet. Ik had er een paar. Dus, Platinium, hè, ben ik. Van 1984. Nou, oh, oké. Platinium? Ja. Volgende keer een enveloppie. Hey Vlerke, goeie reis. Ja, dankjewel, Velden. Ik hou jullie in de peiling hoor. Yo. Oké. Schitterend man.